Aquarius klankmeditatie, zelfvernietiging stoppen. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Word stil en probeer van binnen met deze woorden mee te gaan. Zelfvernietiging, het verlangen naar ellende, is het gevolg van diep gewortelde schuldgevoelens. Er bestaat in de ziel van de mens geen groter schuldgevoel en schaamte dan de schuld vanwege het uitlokken en opeenstapelen van ellende. Door te herkennen op welke manier je ellende oproept, houd je daarmee op, omdat je beseft dat dit niet meer nodig is.
Ontdek het verlangen naar volmaaktheid, om daardoor geluk te verwerven en te heersen over de jou omringende wereld. Wil je niet volmaakt zijn om daardoor de mensen precies te laten doen wat jij wilt? Wil je niet door iedereen, zonder uitzondering, bemind worden en van iedereen goedkeuring krijgen? Willen heersen is onafscheidelijk met elke ziel verbonden, en het is nodig dit onder ogen te zien, voordat je echt je ketenen kunt gaan afwerpen.
Als jij dit willen heersen niet herkent, kun jij je verlangen naar ellende en het uitlokken daarvan ook niet herkennen. Je zult er niet meer naar verlangen om een heerser te zijn, wanneer je een meer volwassen idee van het leven krijgt. In de mate waarin je het verlangen naar alleenheerschappij ontdekt en het vrijwillig leert opgeven, in die mate stop je met het uitlokken van ellende. Het is noodzakelijk dat je deze gevoelens waarneemt, ervaart en aanvaardt, want dan heb je een heel belangrijke sleutel in handen.
Visualiseer dat je jezelf echt kunt accepteren en je het niet langer nodig vindt jezelf te vernietigen door ellende op te roepen. Continueer deze zelfacceptatie voor 5 minuten en kom dan in je eigen tempo terug. Dankjewel.